ik ben samen met Alex een beetje opruimen hier. Bijvoorbeeld de oude dennen en al dat. Ja. We zijn van de derde mama gegooid. In de dierentuin in Amersfoort. En jij werkt hier? 2 dagen in de week. Fantastisch werk. Fantastisch werk? Heel mooi weer. Ja. Het is lekker rustig. Ja, ik heb meestal een no-show, maar dan zie ik hoe laat het pauze is. En we beginnen altijd eerst in de olifant. Ja. Allemaal huishoudelijk werk. Mm-hmm. Stofzuigen. Dan is het restaurant weer mooi netjes en dan? Ja. Hij blijft nu voorlopig nog even dicht, omdat het zo koud is. En het terras, dat er nog geen bezoek is. Nee, daar gaan we nog geen mensen zitten. Ja. Oké. Okay. En dan heb je het huishoudelijke werk gedaan in de olifant. En wat ga je dan doen? Ja, dan hadden we een kwartiertje pauze tot 10 uur. Ja. Ja, en dan zegt de Marije bijvoorbeeld wat voor klusjes er moeten gebeuren. Ja. En wie dat allemaal moet doen en zo. Leuk. Dus je vindt leuk werk? Ja. Zou je hier wel vast willen werken? En vast? Ja. Nadat je van school afgaat? Ja, dat zou ik wel fijn vinden. Zou je heel fijn vinden. Heb je hier ook al goede vrienden? Goede collega's? Barry. Elton. Barry en Elton, dat zijn echt je maatjes. Erik werkt helemaal top. Ja? Ja. Dus jullie zijn een goed team? Ja, daar kan je trots op zijn op die Erik. Oké. Okay. Wat ik doe, een beetje werken. Ja. Nee. Normaal ook fruit snijden. Ja. Fruit snijden, zeg je? Ja. Voor wie is dat? Zorg voor de ratten, de vleermuizen. Zorg voor de apen. Ja, apen eten natuurlijk bananen. Ja. Erik, je bent weer goed bezig, jongen. Ja.